We zien dat de voetbalfans het stadion binnenkomen en op weg gaan naar hun stoel. Het is toch een warme groet, beste kijkers. Nou, beter gezegd, een hete groet vanuit het prachtige Lucille Stadion. Ik ben Sjoerd de Vos en met Jeroen Guter voorzie ik deze wedstrijd van commentaar. Vandaag gaan we lekker met het toernooi beginnen. We kijken naar een wedstrijd in de groepsfase van de World Cup. Dit is Argentinië tegen Saoedi-Arabië. Hallo Sjoerd, dag beste kijkers thuis. Ja, we maken ons weer op voor een wedstrijd hier in de pool op dit WK. Een interessante ontmoeting. Deze kan erin. Sterke actie van de doelman. Heel goed afgepakt. Rodrigo de Paul. En dan Rodrigo de Paul. Dit is Enzo Fernandez. De tackle op eigen helft loopt goed af. Het is de eerste wedstrijd van deze teams op het WK. En ik denk dat beide landen de punten niet gaan weggeven. Wat denk jij, Jeroen? Ja, zie ik, wat mij betreft zijn de Argentijnen de kanshebber om eerste te worden in deze groep. Want als je kijkt naar het elftal, dat bult van de kwaliteit. Ze mogen een hoekschop nemen. Doelpunt! Zo, dat zit bezig. Vroeg in het duel komen ze al op een 1-0 voorsprong. Het gaat weer verder. Even kijken wat Argentinië kan doen tegen die achterstand. Messi. Enzo Fernandez. Marcos Acuña met de bal. Alexis. Fernandez. Hij schiet de bal zo naar de tegenstander. Lionel Messi. De Argentijnen met het offensief. En hier is Enzo Fernandez. Door op Lionel Messi. De Paul. Prima redding. De bal komt voor het doel. Hij schot wordt tegengehouden. Gaat hij gelijk maken? Kan hij onderscheppen. Molina. En dit is Leo Messi. Julian Alvarez. Hier is Lionel Messi. Schiet dan, joh! Klinkt het vanaf de tribunes. Keeper bokst de bal weg. Hoekschop, bal gaat over de achterlijn. Dit hem dan. En nu Romero. Julian Alvarez. Ja, goed geblokkeerd. Breekt deze paas. Marcos Acuña. Alexis. Die bouwt op en komt in de buurt van het andere doel. Zo verliezen ze de bal door die ongelukkige paas. Blijft aan de bal. Lionel Messi. Alvarez met de bal. En dan Marcos Acuña. En
En dan Rodrigo de Paul. Dat moet de gelijkmaker zijn. Heel mooi dat gevaar eruit gehaald met die verdedigende actie. Lionel Messi. Dan Julian Alvarez. Het loopt nu goed af. De reactie van het publiek is duidelijk. Ze vinden dat hun team hier een strafschop is ontzegd. Oh, hij gaat te langs. De keeper staat op de juiste plek. Problemen voor de verdediger. Geen vrije trap. Voordeel voor Argentinië. Rodrigo de Paul. Dit is Nahuel Molina. Leo Messi. En dan Rodrigo de Paul. De doelman met een makkelijke redding. De keeper levert hem in. Heel gevaarlijk. Sterk gedaan. De aanval stopt daar. Het rustsignaal zal straks klinken. En dat zal Argentinië goed uitkomen. Kunnen ze deze achterstand nog repareren, Jeroen? Ja, jammer van die 1-0. Maar ik denk dat ze geen slechte wedstrijd spelen, hoor. Zullen misschien iets agressiever moeten zijn als ze zelf de kans krijgen op een goal. In ieder geval is er nog genoeg mogelijk als ze met deze stand de kleedkamer ingaan. Hij kan scoren en het wordt dan de gelijkmaker. De keeper brengt knappe redding en tikt de bal weg. Argentinië kan misschien gelijk maken met deze hoekschop. Een heel goed moment, hoor, om die bal te veroveren. En dan breekt de rust aan. De scheidsrechter fluit. En dan begint de tweede helft van een eerste groepsontmoeting van dit WK. En hij verovert de bal. Ze leiden balverlies door deze paas. Alexis. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Nee. Daar komt de tegenstander alweer in balbezit. Julian Alvarez. Er ligt een counter op de loer. En hier is Nahuel Molina. Rodrigo de Paul. Moet de keeper zich strekken. Let op. Nu het spel stil ligt, pakt de scheidsrechter alsnog de gele kaart. Ja. Zie je het hoofd van die speler? Die dacht aan die kaart te ontsnappen. De scheidsrechter is ook niet gek, hè? Dat moet de gelijkmaker worden. Ja, hij zit erin, hoor. En dan is het weer gelijk geworden voor de Argentijnen. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. De bal wordt met het grootste gemak rondgespeeld. Er zit iemand tussen. Misschien komen ze voor via deze hoekschop. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Oh, denk dan nog even na voordat je schiet. Het was een enorme dreun. Maar ja, met wat meer beheersing. Had hij nu gewoon in het net gelegen. Fernandez. Molina. Dat is Lionel Messi. Alexis.
de vijandelijke helft gaat de bal in rap tempo van voet naar voet. Hier is Julian Alvarez. Komen ze nu voor? Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. Hier is Julian Alvarez. Zo, wat een mooie! Ja, wie moet je hier nou eigenlijk iets verwijten? De keeper? Nou, toch eigenlijk niet. Hè. De verdediging wellicht. Maar als die speler van zo dichtbij de bal krijgt, dan is het natuurlijk makkelijk afmaken. Daar de aftrap. En feest bij de Argentijnen. Fiesta op de voorsprong. Deze kan erin. Deze corner de gelijkmaker in. De keeper kan er wel zo van. Rodrigo de Paul. En dit is Leo Messi. Gaan we nu een counteraanval zien? En dan de Paul. Hier is Julian Alvarez. En hier is McAllister. De aanvaller stond blijkbaar in buitenspelpositie. Ik zag het in ieder geval niet. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste fase. Bal veroverd in de 16. Messi. Grote kans voor Messi. Ze zijn nog niet aan het probleem. Dat zag er even link uit. Het is opgelost nu. Paas komt niet aan. Balverlies. Geen vrije trap voor Argentinië, maar voordeel. De aanval kan verder. Er is een teamgenoot in de buurt. Geen probleem voor Martinez. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Goed verdedigd, maar het gevaar is nog niet geweken. Ze gaan op zoek naar dat ene doelpunt om alsnog gelijk te komen. Deze hoekschop is een mooie kans om die gelijkmaker op de valreep erin te jagen. Ze zoekt die speler nog eens op. Ja, kijk maar, geeft geel. Die tackle leidt tot een inworp. Balbezit weer terug. Goede pressie. Hij trekt naar binnen. En goed gered daar. En zo houdt de doelman zijn ploeg dus in de slotfase overeind. Ja, het was bijna de gelijkmaker. Dit was nou echt een cruciale redding. Blijft aan de bal. Hij gaat het proberen. En deze wordt mooi gestopt. Anders was het weer raak geweest voor deze speler. Ja, die blijft het ook proberen. Maar deze keer gaat het feest even niet door. Met een volley geschoten. Ja, wat doet hij dan met deze kans? Helemaal niks. Deze kan het doelman makkelijk pakken natuurlijk. Ja, ik geloof niet dat de keeper hier nachtmerries aan overhaalt. 3 minuten nog in de reguliere speeltijd. En ze hebben de bal weer terug. Romero. En hier is Nahuel Molina. Door op Lionel Messi. Ze krijgen 2 minuten blessuretijd van de vierde official. De aanval wordt opgezet. De tijd tikt weg. Ze willen die gelijkmaker zo graag. Moeder, we willen de gelijkmaker. Deze inzet wordt gestopt. Dat is het laatste fase. Ze winnen in eigen stadion. Ja, we kunnen er lang en breed over discussiëren. Maar ik weet eigenlijk niet of deze wedstrijd een winnaar had verdiend.
Maar ze hebben het voor elkaar gekregen. Met minimaal verschil.